Het is vandaag uh, een mooie dag. We gaan beginnen aan de zesde aflevering van Tuinierkwartier. De, de zesde alweer. Ja, de podcast hè, over tuinieren in Nederland. Ja, zeker. Uh, ik ben Joos van En ik ben Peter Vijvenberg. Mooi. Van en harte we... welkom allemaal weer aan onze luisteraars. Tuurlijk, zou ik bijna vergeten. Uh, en we staan in een mooi lijstje. Ja, welk lijstje heb jij het over? Van... Ja. <laughs> Gaat de hele podcast over beginnen. <laughs> nee. ja. Van uh, ja. iTunes. Ja. Van de, we, de Apple, podcast. De Apple ja. podcast, ja. staan we gewoon bijna in de top 10. Ja, dus iedereen even extra abonneren, luisteren, doen. Dat we even in die, uh, in die top 10 komen. Ja, dat vind ik ook. Deel, dit, uh, deel, deel, deel deze podcast met al je tuinvrienden. Want er is uh, de, deze tijd natuurlijk meer dan genoeg tijd om in de tuin te gaan zitten en te luieren. En um, om uh, naar, naar podcast uh, te luisteren. Ja, zeker. En dan is deze absoluut de moeite waard. We hebben onwijs leuke reacties. Dat vind ik toch wel echt leuk om te horen en te lezen, mm -hmm. toch? Ja, dat blijft dat je, leuk. Ja, s ochtends dan uh, uh, zet je het telefoon op en dan uh, pling en dan krijg ik weer uh, zo'n leuk berichtje van jou. Mm -hmm. Van, ja, kijk wat we nu weer uh, in de inbox hebben. Ja. Ja, dat, dat, dat doe je toch eigenlijk toch wel een beetje. Heb ja. ik van tevoren niet zo gedacht? Nee, die kook niet en ik vind het echt leuk om al die reacties ook uh, te krijgen en um, ja, het zou mooi zijn als we natuurlijk uh, gewoon ook uh, continu nieuwe ideeën krijgen van, uh, van uh, onze luisteraars om uh, elke keer weer uh, ja, toch over een ander onderwerp te kunnen praten. Want het onderwerp tarnieren is natuurlijk onuitputtelijk. Oneindig, ja, ja. zeker. Dus nee, heb je ideeën, uh, is, al, is meer dan welkom. Ja. Uh, wat ook helemaal in ons straatje past, is de gast van vandaag. Uh, Gert Admiraal. Die past helemaal in het straatje van duurzaam en de insecten en alles. En uh, ja, Gert, hoe kennen wij elkaar? Dat is van de, van de triathlon. Dat ja, uh, is een hele, hele andere tak van sport. Ja, Joost. <laughs> maar goed, dat, uh, onder, ik zou verder introduceren. Uh, toen zijn we elkaar een paar jaar uit het oog verloren. En toen zijn we de podcast begonnen, Peter en ik. En toen uh, zochten we natuurlijk gasten en onderwerpen. En toen wist ik al, uh, via via, uh, dat Gert uh, als, als imker bezig was. Ik denk, nou, dat past helemaal in ons straatje. Dus ik denk, bellen die Gert. Mm -hmm. Nou, die is onwijs lastig te bereiken. Maar dat maar niet ja, uit, is een heel druk man. Dus. Uh, ja, welkom Gert. Dus uh, ja, we gaan zo meteen verder met, met, met de vragen. We eerst even uh, naar het tuinmoment. Ja, wat is jouw tuinmoment? Laten we dat doen. Uh, ja, mijn tuinmoment. Het is natuurlijk juli. Lekker uh, zomer. En Goh. dat betekent dat ik niet zoveel doe in de tuin eigenlijk. Want planten zijn allemaal uh, hartstikke mooi aan het bloeien, snoeiwerk is gedaan. En um, ik heb achter in de tuin heb ik een uh, soort veranda en daar hangt zo'n heel groot uh, hangei met kussens. Ja, en daar zit ik dus even. de hele tijd. Oh even, we hebben het hier Dat is over. mijn tuinmoment. I iedereen is druk in de tuin en alles. En jij hebt het over luieren in de tuin. Ja, maar jij. kijk, jij kwam er vorige of een paar keer geleden achter dat je eigenlijk een. Uh, dit toch smaak had. Ik kom er gewoon achter dat ja. ik een luie tuinier ben. Het is wel een grote spiegel, pot. Ja, zo is het. Maar ja, daar doe je het toch uiteindelijk voor? Je bent toch de hele tijd ook druk met je tuin... om uiteindelijk er ook te, van te kunnen genieten? Ja, nee, ik, ik vergeet dat wel eens. Het is toch een beetje mijn werk. Dus uh, ik vergeet het wel eens, ja. Dus, maar ik zie inderdaad heel veel mensen die ik ervan klopt. Ja. ja, nou, wat is jouw tuinmoment dan? Nou ja, het is inderdaad uh, juli. Dus uh, ja, de bouwvak die staat uh, voor de deur. En dat is... Uh, ja, dat houdt me altijd wel bezig, want dat is altijd wel een mijlpaaltje. Dan, uh, ja, dan zijn wij uh, twee weken dicht met het werk. Uh, dus dan, uh, ja, dan moeten de tuinen wel af zijn. Dus dat, uh, dat is altijd stress en altijd uh, druk en je redt het nooit. Merk je dat mensen dan uh, ook daarnaar vragen: van, uh, Ben je voor de bouw van klaar? Ja, dat is toch wel uh, iets wat, uh, wat het nog wel in zit, ja. Het wordt wel steeds minder. Uh, uh, bedrijven zijn wel steeds meer open. Uh, nou, ik zou zeggen, tien jaar geleden was echt... Uh, de, de moest je uh, bouwvak dicht zijn, omdat leveranciers waren dicht. Ik kon mijn afval niet kwijt, uh, enzovoort, enzovoort. En uh, nu merk ik dat het wel steeds aan het veranderen is. Dat bedrijven wel steeds meer open blijven. En dus je, je zou wel door kunnen. Maar voor de continuïteit in je bedrijf vind ik het fijner om gewoon... Even dichter zijn, twee weken. Nou, daarna hebt... de hele bezetting weer te hebben. Precies, jullie hebben het ook wel verdiend, toch? Een beetje vakantie. Zeker. Hard zeker. gewerkt dit jaar. Ja, onwijs. Ja. Nou, dus jouw tuinmoment is eigenlijk ook een beetje luieren? Nee. Bij nee, aankomend nee, luieren. Helemaal verkeerd. <laughs> dat zie je helemaal verkeerd weten. Oh. Nou, laten we het daar maar bij houden dan. Doen we. Nou, dan uh, gaan we naar het thema van vandaag: de bijen en de insecten in de tuin. En het gaat natuurlijk niet per se over de planten en hoe je, je tuin aanlegt. Maar insecten en bijen zijn onwijs belangrijk in je tuin. En daarom hebben we vandaag Gert hier. Gert is imker. En ja, jij kan ons uitleggen waarom we toch ook met alle kleine diertjes rekening moeten houden. Ja, dat ga ik, zal ik proberen uit te leggen. Uh, ik ben imker. En dat betekent dat ik me bezighoud met honingbijen. En honingbijenvolken. Dat is helemaal... Helemaal van dit moment ook. Ja, en uh, het, uh, dat betekent ook dat, je, dat ik in het voorjaar, mei, april, mei, juni, dat ik het dan heel erg druk heb. Want uh, zo'n volk is natuurlijk fantastisch. Dat is een, 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 een bijenvolk, is af. Uh, en uh, daar zit alles in. Eén grote harmonie. Tot aan het voorjaar. Dan willen ook de bijenvolken zich vermenigvuldigen. En dat betekent dat ze de drang krijgen om. Uh, van één volk meerdere volken te maken. En dat betekent uh, dat ze willen gaan zwermen. Ja. En dan krijg jij het druk en natuurlijk. En dan krijg ik het druk. Want ik moet proberen natuurlijk om dat zwermen uh, in goede balen te leiden. Oké. Okay. En uh, dat lukt me meestal. Maar die bijen die doen altijd wat ze willen. En uh, soms uh, dan gaat het wel eens fout. En dan word ik gebeld om een uh, bijenzwerm. Te vangen, heb ik er wel weer een volkje bij, maar dat betekent dat ik nog meer volken heb. Ik heb nu zo'n 50, zestig volkeren. Zo. En uh, dat zijn er behoorlijk wat. Jeetje, ja. ja. En ja wat het, gaaf. Is, het is ook wel in het nieuws, inderdaad, ja, dat je nu van die zwermen her en der tegenkomt. Ja, ja. dat heeft dus te maken met hun, uh, met hun voortplantingsdrang. Ook, de, ook, ook honingbijen hebben voortplantingsdrang. En dat is dan uh, van één volk meerdere volken maken. Ja. Ja, elk volk zitten uh, tienduizenden bijen, werkers. En uh, die hebben allemaal een eigen taak. En er zitten een aantal darren in, een paar honderd, en er zit één koningin in. En uh, dat is, als het goed gaat, hoef je daar verder heel weinig aan te doen, dat is één grote harmonie. Mm -hmm. Ze leven uh, heel erg uh, prachtig uh, in, 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 een, in een commune eigenlijk. Maar zodra ze uh, het in een bol krijgen, zodra het mooi weer wordt, zodra het voorjaar wordt. De vogeltjes leggen een ei en uh, de honingbij die, uh, als volk, uh, ja, die willen zich vermenigvuldigen. En die trekken er ook op uit. En die trekken er op uit. Ja. En ja. even voor, voor uh, nou ook voor mij eigenlijk, uh, wat zijn werksters en wat zijn darren? Uh, werksters, dat zijn uh, de vrouwtjes bij je. Ja. Die doen alles in, uh, in het volk. Dat die, uh, die verzorgen het broed, uh, die uh, verzamelen de stuifmeel, die verzamelen de nectar, die verzamelen de propolis. en die halen dat, die brengen dat het volk binnen. En uh, daar, dat zijn de mannetjes bij je. En die die doen niks. Die, die doen, blijven de hele dag binnen. Die, die ja. doen helemaal niks. Nee. Die, die vliegen van volk naar volk en uh, die vreten wat. En uh, de, hun enige taak is ook inderdaad om uh, de koningin te bevruchten. Ah ja, dus die gaan wel erop uit. Ja, die, ja, uit. die hebben ergens een, een, een darren standplaats in de lucht. En die wachten totdat er een koningin uh, komt die uh, bevrucht wil worden. En uh, die daar die dan uh, die uh, de, de, de sterkste, die bevrucht dan de koningin. En uh, de koningin wordt dan een keertje of tien, 15 uh, bevrucht. En uh, elke keer als een uh, dar de koningin bevrucht, valt die dood neer. Dus dan is het ook weer klaar. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk de enige taak van, uh, van, de, van een dar. Oké, okay, en, en de bijen die je dan in de tuin ziet uh, op de bloemen. Uh, wat naast, zijn dat voor bijen dan? Dat, zijn, uh, dat kunnen honingbijen zijn. Maar naast honingbijen heb je in Nederland, dat is één soort, hè, heb in, in Nederland heb je uh, naast de honingbij een, 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 een kleine 250 soorten solitaire bijen. Dat zijn bijen die niet in een volk leven, maar die solitair leven. Mm -hmm. En die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. En het zijn niet alleen uh, solitaire bijen, honingbijen, maar je hebt natuurlijk ook uh, libellen, insecten, uh, noem maar op. Alle, alle insecten die uh, kunnen bestuiven, zijn heel belangrijk natuurlijk voor het hele bestuivingsproces. Ja. Ja, ja, en kun je dat verschil zien als je op je plant kijkt? Hoe kan je een honingbij herkennen? Uh, er zijn ongeveer zeven soorten honingbijen in, uh, in, uh, in Nederland. En uh, ja, ik, ik kan het zien, maar de meeste mensen kunnen dat niet nee, zien. Nee, kleine Nederland. verschilletjes. Dus. Er zijn verschillende rassen ja, eigenlijk. Okay. Net als dat je een, uh, een, 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 een hondenras hebt, of een kattenras, of een vogel. Zo hebben de bijen, zo, zo heb je ook verschillende rassen. Ja, ja. en die rassen die probeer ik ook te kweken door te zorgen dat ze raszuiver blijven. Waarom en is dat, dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk omdat je anders een soort vuilnisbakkenras krijgt. Je kan, selecteren, je kan bijenvolken selecteren op, uh, uh, op niet steeklustig, op uh, haaldrift, op uh, goed bestuiven, op uh, vriendelijkheid. Uh, Oké. Okay. En uh, daar. Uh, daar houden we ons mee bezig. En we willen de trassen uh, houden. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, het is gewoon, uh, Ja, dat, dat, dat kan me voorstellen dat je daar onwijs druk mee bent. Misschien moeten we even kijken, even terug. Uh, hè, waarom, want we hebben het natuurlijk uh, over bijen. We zeggen het zelf uh, zeggen we ook wel eens van, nou, we willen graag uh, veel insecten in de tuin. En ja. ook veel bijen. Ja. Kun je ons uitleggen waarom dat eigenlijk uh, belangrijk is? Uh, bijen zijn, zijn belangrijk uh, omdat het goede bestuivers zijn. En, en uh, ja, een hommel is eigenlijk ook een, een bijensoort. Hè? Dus de, dat, zijn, dat is ook een goede bestuiving. Ja, die zie je vaak al wat eerder en, in het voorjaar ook. Ja, ja. en bestuiving is eigenlijk nodig... om, uh, ja, om um, uh, zodat, ...zodat planten, bomen, uh, struiken vrucht gaan dragen. Het is een soort bevruchting eigenlijk. Mm -hmm. En uh, zonder bestuiving... Uh, wordt het allemaal een stuk minder. En wordt het allemaal een stuk... Uh, kun je niet zo goed... Uh, is het fruit niet zo mooi, zijn de groenten niet zo mooi. Dus uh, bestuiven is heel belangrijk. Ja, maar goed, uh, in de, als je in de tuin bloemen hebt... Uh, ja. hef, hebben de bijen dan ook een functie voor de bloemen? Ja, zeker. Of de, hebben de bloemen een functie voor de bijen? Ja, kijk, uh, elk, uh, elk zaadje... Uh, uit, uit, uh, uit elk zaadje komt een bloem. En ja. die zaadjes die ontstaan natuurlijk weer uit, uh, uit die bloemen. Ja, dus niet alleen voor fruit en groenten uh, is het belangrijk nee, om nee. Uh, te, uh, de, dat de planten bestoven worden, maar eigenlijk voor alle planten. Eigenlijk voor alles. Ja. En daarom ja, ja, uh, wil ja, ja. je graag veel bijen in je tuin. Ja, ja. 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 bijen, vlinders, libellen, uh, prachtig. Ja, en ja. andere insecten. En ja. andere insecten. Ja. Ja. Ja, 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 nou, we het ja. daar toch over hebben. Hou je zelf ja. eigenlijk ja. ook van tuinieren? Um, ik vind tuinieren wel leuk maar ik, uh, en ik heb een uh, om, mijn moeder die zit nu in een verzorgings uh, in een verpleeghuis die had een moestuin en uh, ik heb daar ook een aantal bijenkasten staan en uh, ik heb die moestuin die hou ik nu aan maar uh, ik heb met moestuinieren niet zoveel. Nee. Nee. nee, nee, nee. nee? nee. Dat, dat herken ik wel hoor. Maar dat, dat is echt dat, wel Maar een dat andere, is heel veel werk dagen, ja, ook. Dat ja. is zoveel werk. En dan heb je op een gegeven moment heb je tien uh, slaapplantjes tegelijk. Of je wanneer bonen tegelijk. Oh, ja. denk ik nou voor, Eet je drie weken slaap? Of voor, voor, voor een kleine euro kan ik ook een kropje slaap. Ja, dat, dat, dat herken ik wel <laughs> dat zeker. Al, en het is onwijs veel werk inderdaad. Ja, en dan worden ze wel opgevreten. En het zijn doorgaans wilde. Best wel wilde planten. En dan is het weer te nat. En dan is het weer te droog. En dan moet je weer dan moet je weer dat... Ja. Maar je ja, passie voor was... bijen komt niet uit de tuinieren voort dus? Nee nee nee. Nee, 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 nee. Mijn passie voor bijen komt voort uit, uh, uit eigenlijk mijn moeder. Ja, mijn moeder die, uh, die zei een jaar of uh, een vriend tegen mij, zei een jaar, een jaar of twintig geleden van Gert, die belde me op. Gert, ik ga een, uh, een bijencursus volgen. Lijkt je dat wat? Ik zei, nou, ik dacht het niet. Ik heb daar niks mee met die... Uh, met, met die beestjes. Ja, ja, ja. ja, ik heb er niks mee. En toen vertelde ik dat zo aan mijn moeder. Toen kwam dat ter sprake. En mijn moeder zei, nou Gert, wat moet je doen? Ik heb vroeger ook bij je gehad, wist ik niet. Ik heb vroeger ook bij je gehad en ik heb nog wel een pijp en ik heb nog wel een pak voor je en ik heb nog wel wat tabak. Oh. En zo ben ik eigenlijk begonnen met de wow. cursus in Amsterdam. En zo ben ik verder gaan rommelen. Dus liefde, liefde geboren? Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Oké, okay, ja, gaaf, een leuke hobby. En uh, wat kunnen wij er dan aan doen voor, voor in de tuin om dan die, die beestjes het dan een beetje naar de zin te maken? Is dat dan net zo eenvoudig als uh, veel bloemen? Uh, ja, dan, dan kom je aan een heel end natuurlijk. Hè? Als je veel bloemen uh, zaait, en dan eenjarige, tweejarige, dan ben je alweer een heel eind. Uh, en ook uh, struiken, heesters, uh, planten, uh, bomen. Ja, gewoon alles. Uh... Ja, alles wat eigenlijk uh, vruchten draagt en alles wat uh, Bloem heeft ja, is, is wat, wat, wat bloemen heeft en, en, en waar vruchten uit komen. Want ja. je, hebt, je hebt ook planten en je hebt ook heel veel bomen. Uh, die geen dracht geven. Dat ja, want waarom heet, Je ziet het nu dan, uh, als je nu in het tuincentrum loopt, dan zie je. Uh, deze plant is geschikt voor uh, meer insecten, deze is meer voor, uh, voor dat. En, uh, ja. Hè, en waar zit dan het, uh, het verschil in? Waarom is de een beter dan de ander? Uh, er zijn, uh, laten we het over de bloemen hebben. Er zijn bloemen die uh, geven geen of nauwelijks nectar, en er zijn ook bloemen die geven geen of nauwelijks stuifmeel. Dus daar heeft een, een, een bij niet veel aan. Ja. Dat zijn dus geen uh, drachtdragende bloemen. Ja. En zo heb je bloemen die uh, juist heel veel uh, nectar geven en heel veel stuifmeel opleveren. Okay. En dat en, is het verschil. En zijn die dan altijd ook goed voor bijen? Ja. Wat, okay, wat, dat, wat veel stuifmeel geen... oplevert en wat veel uh, honing of, of nectar oplevert, dat uh, is goed voor, uh, goed voor de bijen. Daar vliegen okay. ze op. Dat is de... ook goed voor de hommels. En de... En kun je een paar soorten noemen die, dan, uh, die je dan goed in je tuin zou kunnen zetten? Nou, dan denk ik aan de, de eenjarige bijvoorbeeld, de borage, de fazelia, de, uh, de, de, de malva's heb je, de campanula's, de klaproos, de korenbloem. Gewoon de, de, de eenjarige ja. bijen. Uh, er, er zijn wel, 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 wel wat wildere, ja. wildere bloemen. Ja, 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 ja. En zo heb je ook uh, wat betreft uh, de, de, de struiken bijvoorbeeld, hè? de vuilboom, dat is een, een, een lelijke boom. Maar uh, dat is wel, die is wel fantastisch voor de bijen. Ja. Die bloeit heel lang, in die, kleine, die kleine bloemetjes. Ja. Uh. Nou, ja, ik heb ook ook zelf... Een... Sorry? Ja, nepeta's heb ik in de tuin. Ja. Die worden ja. ook heel goed bezocht door ja. bijen. Ja, die lijken dat... helemaal te dansen, hè? Nou, dat Klopt. is echt Klopt. fantastisch. Als je dat gezoem hoort. Als je eronder uh... staat en hoor je het zoemen, hè? Dat ja, is fantastisch, ja, heel mooi. <laughs> ja. ja. Ja, dat is prima. Ja, en later in het jaar heb je nog uh, de Calaminta napeta. Ze raken elkaar qua, qua soort. Ja. Maar dat is ook zo'n uh, zo bijenplantje. Ja. ja. Je hebt ook een heus een bijenboom, de tetradium tetradium danielli ja. ja. Dat is ook een hele mooie boom. Ja, die moet ik even opzoeken. <laughs> ja, die, ja, die zie je weinig. Gek ja. genoeg, want het is een onwijs mooi ding. Dat is een hele mooie boom, hè? Ja. 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 Uh -huh. ja. En zo heb je de, 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 de boom uh, Dat is de Campanula. Uh, uh, even denken hoor. Maar in ieder geval de, de Tetradium Danieli, ja. dat is een hele mooie boom. Daar ja. heb ik er twee van in de tuin staan. Prachtige bomen zijn het. Als je die een beetje goed snoeit, dan uh, ja. zijn het hele mooie bomen. Okay. Zeker, die geven voornamelijk in augustus, september geven ze van die grote pluimen. Ja. En uh, daar vliegen al die bijen op. Oké, okay, geweldig. Ja, nou, we zullen wel een lijstje op de site zetten. Dan uh, kun ja, je zelf doen. soorten uh, uitzoeken voor je eigen tuin. Ja, mensen een beetje, beetje aanmoedigen. Ja, want hoe gaat het eigenlijk dit jaar met de bijen in Nederland? Um, nou, niet optimaal, maar het gaat ook niet slecht, vind ik. Nee, het, 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 uh, het feit um, dat je wel eens leest, um, ja, je leest altijd twee kanten. Hè. De, ene, de ene, schrijver zegt dat gaat goed met de bijen, en de andere die zegt dat gaat, uh, gaat niet goed met de bijen, of uh, de honingbij verdrinkt de solitaire bij, ja. of andersom. Maar dat, uh, ja, als als mensen dat tegen mij zeggen, de honingbij verdrinkt de solitaire bij. Dan zeggen van nou, er moet er gewoon meer dracht komen. Makkelijk zat. Dan, is te weinig, dan zijn er niet te veel bijen, dan is het te weinig dracht. Daarmee bedoel je te weinig eten voor de bijen. Te weinig bloemen, planten, ja. noem maar op. Maar dat is dat veel. een strijd die haalbaar is dan? Want ik, ik heb dat inderdaad ook uh, meer gehoord. Hè? De, ja. Bijvoorbeeld de, de, de vlinderstruik. Hè? Ja. Die wordt dan, uh, dan, dan heb je een, een enorme overdaad aan, uh, aan voeding. Ja. Maar ja, als de vlindersruik uitgebloeid is, dan moeten die beesten natuurlijk ook wat te eten hebben, en daardoor verdringen ze dan de, uh, de solitaire bijen. Ja, maar dan zou er eigenlijk weer een andere uh, een drachtplant of drachtstruik moeten zijn. En dan denk ik aan de vuilboom bijvoorbeeld, of de, of wat je zegt, de Danielli. Ja. Ja, ja dus dat is voor je eigen tuin eigenlijk ook belangrijk. Dat als je meer insecten wil, dat je dus het hele jaar door. Ja. Um, Struiken hebt met uh, voeding voor uh, de bijen. Ja, ook al Drachtruiken, zoals jij die noemt. Ook alweer een kunst apart, maar uh, daar hebben we de tuinman voor. Oh ja, ja. <laughs> <laughs> okay, ja okay. Maar ja, dat is ja. natuurlijk. De, maar dat is uh, niet alleen leuk voor de bijen. Dat is natuurlijk ook leuk voor jezelf. Ja. Hè? dan heb tuurlijk. je het hele jaar wat te zien in je ja, tuin. Ja, natuurlijk. Ja, ja. deze is superbelangrijk. Ja. ja. En um, ja, ik maak mezelf dan ook wel uh, druk over uh, planten die bespoten zijn bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat veel gebeurt ook in de kwekerijen. Uh, wat is het effect daarvan voor bijen? Nou, dat kan als je, als je pech hebt. En uh, bijen uh, die zijn over het algemeen bloemvast of plantvast. Als zij een, Je hebt speurbijen, die gaan op zoek naar, uh, naar voedsel. Vinden zij een, 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 een drachtgebied, dan vertellen ze dat via, dans, uh, via dansen aan het bijenvolk. En dan gaat het hele bijenvolk, de werksters, gaan daar naartoe. Mm -hmm om uh, nek en stuifmeel te halen. Mocht het nou bespoten zijn, dan, uh, dan gaat zo'n heel volk uh, dood. Oh ja. ja. Maar is maar dat, hoewer, nou, ja. is dat nou ook echt direct? Hè? Want ja, ja, de, uh, ja, hoeveel planten zijn wel niet bespoten? Helemaal eenjarigen, die, die kunnen er best wel wat van. Uh, daar heb je als, uh, als leek heb je er bijna geen weet van. Nee. Uh, nou ja, vaste planten, helemaal als die al een jaar in de tuin staan, ja, die zijn in principe niet bespoten, uh, ga ik vanuit. Nou ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Van, uh, als uh, de planten uh, of de zaden uh, natuurlijk bespoten zijn in de kwekerij ja. en ze staan een tijdje en ze gaan bloeien, de bloemen zelf zijn niet bespoten, maar zit dat gif nog wel dat, in dat, dat uh, nectar? Dat gif dat zit nog wel voor een klein deel uh, in de nectar en in het stuifmeel. Ja, dat, ja, en hoe ja, lang ja, duurt dat ja, ja. voordat er uit is? Ja, dat is eigenlijk van, van, van de oorsprong tot aan het eind. Wanneer die planten doodgaan, is dat het geval. Ja. Oh, Oké, okay. dat zit echt in, in, de, in de sapstroom, zelf. maar. Ja, ja, dat zijn al de, de, de zaden die eigenlijk uh, uh, bespoten zijn, hè? of die al uh, ja, gemanipuleerd zijn. Gemanipuleerd zijn met, uh, met een bepaald soort gif. Ja, ja, ja dus ja, het is ja, toch ja. wel belangrijk. Uh, ja, als je de keuze kan maken om ervoor te zorgen dat je planten en zaden koopt die niet bespoten zijn. Ja, die ook niet toch wel uh, biologisch. Biologisch gekweekt. Biologisch, ja. Is dat dan de, de, de oplossing, zeg maar? Kun je, je dat dan uh, eruit halen, een biologische stempel? Of zijn er meer keurmerken die, uh, die dat hanteren dat je weet? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik weet wel, dat het... Uh, ja, dat je biologische zaden het beste kan kopen. Ja. Maar waar die bijen problemen mee hebben, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de beroepstuinders en de, en, en, en de, en, en de boeren die, die nog wel eens uh, een, een loopje nemen met, uh, met uh, de petenties. Ja, die hebben andere belangen. Ja, dat snap ik ook wel weer. Maar ja. het is wel tijd voor uh, bewustwording inderdaad, wat dat dan uh, aan gevolgen heeft. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Zoals je ook ziet bijvoorbeeld langs uh, snelwegen, langs uh, rivieren, de Vecht bijvoorbeeld, of langs andere rivieren. Waanzinnig. Vroeger, of een aantal jaren geleden nog, werd het allemaal, was het, waren het allemaal grassen en werd het allemaal maar weer uh, ja, gemaaid, gemaaid, ja. gemaaid, gemaaid. En nu houden ze er toch weer steeds meer rekening mee mm -hmm. uh, dat ze gefaseerd gaan maaien. En ook uh, gaan maaien uh, alleen wanneer het een en ander is uitgebloeid. Dat ja. ze dus niet om de drie weken... Uh, een uh, afspraak maken met, met de domeingroep bijvoorbeeld om dan en dan te gaan maaien. En dan, ja, is geen die, maaien, dan is het meer klepelen dan maaien wat ze doen. Ja, ja en ik vind het, ja, voor mij heb ik dat al eerder gezegd, ik vind het waanzinnig gaaf. Als ik een uh, over de snelweg rijd en ik zie die graslanden en die, uh, al die bloemen. Ja, waarom, waarom zou je het überhaupt uh, uh, maaien ja. zo vaak? Ja, ja. Ik zie daar niet het nut van in. Ja, maar ja. er wordt steeds meer rekening mee gehouden, mee gehouden hoor. Dat zeker. is wel heel prettig. Ja, ja, ja. zeker. Ja, als je zelf een tuin hebt, um, zou je dan ook uh, een bijenkast in je tuin kunnen zetten? Ja hoor, dat kan. En ja. hoe groot moet je tuin daarvoor zijn? Uh, ja, dat kan ook, het kan ook op een balkon of het kan ook uh, op, een, uh, op, het, op een dak bijvoorbeeld. Ja? Ja, maar je moet er wel... Heb je daar geen overlast van? Nee, nee, het ligt er ook weer aan uh, wat voor... Uh, alles, het hele bijenvolk staat of valt met uh, de goedaardigheid van een koningin. Als je nou een, een verkeerde koningin hebt, dan, uh, ja, dan, dan heb je kans dat zo'n. is een volk ook bijvolk... niet opgevoed. Nee, dan is, voor... <laughs> dat is dan gelijk, het volk. Een... Ik zie steeds meer gelijk. Ik heb hem uh, niet ingekopt. Dan, dan, uh... dan wordt het een beetje agressief. en dan, dat, dat kan. Ja. Ja. Dus dat, dat maakt het wel eens moeilijk. En zo'n eerste jaar, ik geef ook veel bijencursussen. Het eerste jaar, dan willen die cursisten zo'n volkje hebben. En dan, dan gaat het best goed. Maar uh, zo'n tweede jaar, dan, uh, dan, dan heeft zo'n volk gezwermd. Dan zit er een nieuwe koningin in. En uh, die koningin, die, uh, ja, die, die is weer heel anders. En zo'n volk gedraagt zich dan ook weer heel anders... dan uh, toen die eerste koningin er was. Dat gezet. heb ik nog nooit geweten, ja. dat dat echt ja. zo... Maar heb je daar zelf invloed te op? Zijn. Ja, een goede koningin... Uh, ja, hoe selecteer je, je dat dan? Ja, uh, als, ik, als ik een bijenvolk heb... En uh, die bijenvolk, uh, bij, dat bijenvolk is, uh, uh, is niet steeklustig, is, is vriendelijk, is zacht aardig. Uh, dan kweek ik daar, dan selecteer ik daarmee verder. Ja. Ja, zo kan je dat een beetje, zo, een beetje sturen. Ja, zo kan ik dat sturen. Ja, ja. Ja. Want als ik. Als ik uh, um, en, uh, als, als, een, als er een zwerm heeft plaatsgevonden, of als ik een kunstzwerm heb gemaakt, dan betekent dat dat ik van één volk meerdere volken heb gemaakt. En dat betekent dan uh, dat er maar één koningin is, en dat er in het andere volk waar geen koningin in zit, dat er ook een koningin in moet komen. Maar hou even, een kunstzwerm. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dan haal ik, uh, nou, dat is niet zo ingewikkeld. Uh, dan heb ik één volk, één bijenvolk, ja. en die splits ik dan op in tweeën. Ja zodat ik twee bijenvolk heb gemaakt van één bijenvolk. Oké. Okay. Maar er is, er is maar één koningin. Ja, waar komt die andere koningin dan vandaan? Trek jij dan een pak aan? Of <laughs> <laughs> nee. Even bij de buren opzoeken. <laughs> ja. ja, nee. Een koningin uh, maken ze zelf aan. Oké, okay, die wijzen van, ze aan. Van, ja, van eendaagse laarfjes. Ja. Maken zij, uh, ge geven ze, zij bepalen welke, uh, welke eendagslarfjes koningin worden. Mm -hmm. En die geven ze extra voer. konijnengelei Die geven ze tien keer meer extra voer dan de normale larfjes. En uh, daar komen dan koninginnen uit. Maar dan weten ja, ze dat zelf dat ze geen koningin hebben en dan gaat dat vanzelf ja. uh, op gang komen. Op het moment, kijk, ik, ik, ik ben mijn verhaal begonnen met het feit dat een bijenvolk heel harmonieus leeft, hè. alles ja. klopt. Ja. Iedereen weet precies uh, zijn taken, iedereen weet precies wat hij moet doen. Op het moment dat zo'n koningin verdwenen is of overleden is, dan wordt het één grote chaos, één anarchie. Dan weten die bijen, die zijn helemaal de kluts kwijt. Mm -hmm. ja. En dan, dan, ontstaat er, dan ontstaat er agressie. Oorlog. Oorlog. Ja. Ja. Ja, en er is er een deel van die bijen, die gaan dan uh, jonge koninginnen aanzetten. Oké. Okay. Omdat zo gauw mogelijk die rust weer... Om die rust weer terug te krijgen, ja. En uh, zijn er een aantal koninginnen uh, in wording, uh, zitten die in het volk, dan wordt het weer rustig. Maar een aantal koninginnen betekent dan dat daar de sterkste weer uh, uh, mag opstaan en de rest dan... Uh... Over de kling gejaagd wordt? Of, uh... Uh, ja, ik, ik hoop niet dat het te ingewikkeld wordt. Het verhaal. Nee, Nee, ja, ja, dat kan wel. Ik wil ja, nou, nou zeggen, je hebt wel maar... een gemaakt. want ik heb nooit geweten dat er zoveel nee. achter zo'n zo bijenvolk zit. Nee, nee. Dus dat, ze, dat ze, maakt het wel ze, leuk. Ze maken bijvoorbeeld uh, zegt, uh, tien de doppen aan. Ja. En dat betekent, als je daar dan ook weer niks mee doet, dan de eerste koningin die uitkomt, die uitloopt, uh, die maakt een speciaal geluid. Dat, is, dat noemen wij het tuten. Ja, en uh, die zit dan in die kast. En die anderen die nog in die dop zitten, die zijn aan het kwaken. Uh, <laughs> en de, de Tutor, die ja. oudste koningin, die uh, kan niet te lang uh, in, die, in, die, in die kast blijven. Want die weet dat die anderen eraan komen. Ja, ja, maar ja. Wat doet die dan? Die pakt weer de helft van het volk. en die, ja, gaat, die gaat zwermen. Door. Die ja. gaat ook weer zwermen. Ja. Dat wegwezen. doen we, naswermen. En zo heb je de volgende weer, weer een nazwerm, weer een nazwerm. en dan hou je niks over. Ja, nee. dan wordt het steeds kleiner. Ja, ja, ja. Je, dat je helpt zo een handje. bijzonder. Hè? Ik help zo'n eindje. Toch af? Ja, de, ik vind het heel interessant. Door op de dertiende dag, op het moment dat die bijen, uh, dat, dat moet je allemaal uitrekenen, op het moment dat die, bijen, dat die koninginnen uitkomen, dan breek ik al die doppen open en dan lopen al die koninginnen in het volk. En uh, dan uh, zoeken ze het zelf uit. En ja. De sterkste koningin blijft dan over. Ja, oké. Okay. Maar ja, even terug naar, naar, die, uh, ja. naar die kasten. Uh, want is er een ideale plek? Moet ze in de schaduw, in de zon? Uh, hoe hoe uh, werkt dat? Het mooiste is om ze uh, in de zon, de ochtendzon. Dat zou het mooiste zijn. Okay. Des te, des te eerder kunnen ze uitvliegen. De ochtendzon is het prettigst. Ja. Oké, okay. ja. maar voor de rest is schaduw ook wel belangrijk. Ze kunnen niet in de brandende zon staan of een hele dag. Ja, nou, dat, kan, dat kan wel. Dat kan wel. Okay. Ja, 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 dat kan wel. Dat, dat je hoeft ze niet dat bij te leuk. voeren, helemaal niks? Ja. Uh, je hebt als de linde gebloeid heeft. Ja. Wanneer is dat? Uh, eind juni, denk ik. Dan ben jij het zegt, juni. Juni. Ja. <laughs> ja, eind juni. Uh, juli. Ja. Uh, dan heb je een drachtloze, een vrij drachtloze periode. Dan is er niet zoveel te halen voor de bijen. Mm -hmm. En dan heb je, ze, heb je als kans dat je ze moet bijvoeren. Oké. Okay. Okay. Ja. En, en, en waarmee voer je ze dan bij? En dan geef ik ze uh, één op één, één kilo suiker, één uh, liter water, één op één noemen we dat. Ja. Dan geven we ze uh, extra voer. Hoppa. Ja. 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 Oké. Okay. Maar dan moet je natuurlijk weer oppassen, uh, die bijen die genereren ook, maken van die nectar ook uh, honing. Uh, dan moet je weer oppassen, als ik ze ga bijvoeren, dan haal ik die honingkasten wel weg. Want ik wil geen honing hebben gemaakt van uh, Van suiker. suikerwater, ja. nee. Ja. Maar de, de honing die zij uh, in de kast achterlaten... die eten ze dus niet zelf op als het uh, schrauw wordt. Deel, voor een deel wel. En voor een, uh, voor een deel ook niet. Ik had het in het, voor, in, in het voorjaar... toen ging het aardig snel in uh, hier. En uh, toen had ik de honingkamers erop gezet. En uh, toen waren die uh, half vol. En toen kregen we weer een slechte koude periode... En uh, een, paar, een paar weken later waren die honingkamers weer leeg. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> en dat gebruiken ze. Maar is, ja, is het dan eigenlijk wel goed om de honing uit de kasten te halen? Want wij, wij oogsten dat eigenlijk. Ja, ik hebben oogst de dat bijen op. dat zelf niet nodig? Een, uh, niet alles. Ja, niet alles. Zij, zij produceren meer honing dan dat ze nodig hebben. Ja. En als je wat weghaalt, dan is dat uh, goed, voor de, uh, goed voor het volk, want dan moeten ze weer aan het werk. Niks is, niks is uh, vervelender als een bijenvolk geen werk heeft. Ze moeten, ze moeten werken Worden werken, Moet Ze ja, 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 dus ja, ja, gaan ja. ze rare ja, dingen ja. doen. Dat is te halen? Ja, dan gaan ze rare dingen doen. Super. Die nektar die ze uit de bloemen halen, die zetten zij om in honing. Dat hebben, gebruiken ze, ze hebben enzymen, ze, ze voegen er enzymen aan toe. En meervoudige suikers worden dan enkelvoudige suikers. En um, dan slaan ze dat op in die, in die zeskantige celletjes van ja. was die ze maken. En um, als ze dat hebben gedaan, dan zit er nog 80% vocht in. En dan gaan ze dat door, uh, door ventileren. Maken ze daar minder dan 20% vocht van? En dan slaan ze dat op bovenin. En dan gaan ze dat dichtmaken met een wasdekkeltje dekseltje en dan heb je honing ja, ja dus net okay. wordt honing ja wordt honing en, uh, nog, en dan nog even kort over de honing ja. maakt het nog uit of je dan uh, zeg maar honing zoals jij die uh, direct uit de kast haalt of je dat uh, gebruikt in je keuken of op eet of dat je zeg maar supermarkt honing koopt ja dat is een groot verschil ja waar, uh, uh. waarom is dat uh, anders uh, ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt, maar de, de honing bij uh, de supermarkt of de honing bij het kruidvat smaakt zomers en zwinters altijd hetzelfde. Ja. ja, ik vind hem ook minder lekker hoor. Maar komt dat eigenlijk. door dan? Nou, omdat, uh, omdat ook veel uh, beroeps. Uh, veel, uh, in, in veel landen uh, wordt honing uh, ge, gemaakt uh, door bijen veel op suiker te laten vliegen dus die één op één eigenlijk wat ja, jij ja of drie op twee ja, ja, ja. oh dus, dus hebben je, je eigenlijk op. gewoon suiker honing en ja, geen bloemenhoning. nee nee dus dan hoeven die bijen eigenlijk niet eens de kast uit dan kunnen ze gewoon uh, hmm. die suiker die opslaan dat doen ze precies hetzelfde mee hoor dat verdampen ze ook en dan komt er ook een wasdekseltje op Dat ah, dus, uh, dus Plofhoning plof honing ja <laughs> ja, ja. Ja. ja maar ja. ik heb ik heb nou een potje, een potje honing ook bij me maar het, 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 het leuke is dat ik, uh, ik verkoop uh, uh, redelijk veel honing. En uh, er zijn er toch altijd wel mensen die zeggen: Ja, Gert, uh, die, die honing vorige keer vond ik veel lekkerder. Ja, dat verschilt natuurlijk. Ja, dat verschilt heel Dat verschilt, verschilt behoorlijk, ja. ja. Je hebt linden honing, je hebt bramen honing, je hebt klaver honing, je hebt honing. Ja. ja, en voor- ja. en na-seizoen is dan ja. ook een andere smaak. Totaal ja. andere soorten honing. Je maar hebt donkere lichten. Ze zeggen wel ook dat het wel uh, helpt tegen allergieën en, en hooikoorts. Uh, ja, en, en, en hooikoorts, ja, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, maar alleen drink. als je lokale honing eet, hè? dan. Dat ja. zeggen ze. Ja. ja, dat zeggen ze. En uh, dat moet je eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen. Ja. 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 Ah, okay. ja, kijk, in honing zit uh, uh, de honing die ik uh, uit, uit die bijenkasten haal, die slingering, gaan gelijk in de emmer, van de emmer gaan ze gelijk in het potje daar zit een heel klein beetje stuifmeel in. Ja, dat krijgt krijg er allemaal niet. En het stuifmeel, dat stuifmeel, uh, daarvan zegt men dan dat uh, als het uit de buurt komt, dan, uh, ja, dan word je daar immuun voor. Ja. En ja. dan is dat goed voor de hooi. Maar idee. het is zo minimaal, ja, ja. dat valt ja. allemaal wel mee. Maar goed, er is reden genoeg uh, om gewoon uh, lokale honing, van de, uh, goeie, een goede honing te kopen. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Probeer het een keer ja. en ja, je, wil, je wil niet anders meer. Dat nee. uh, is absoluut waar. Ja, fantastisch. Ik vind het ja. echt een ontzettend ja. interessant onderwerp. Um, helaas moeten we ook een beetje afronden. Heb jij nog een, um, ja, een goede tip of uh, een advies wat je aan onze tuinierders wil geven? Um. Uh, wat ik wel heel uh, belangrijk vind, uh, dat, maar daar zijn we gelukkig nu uh, mee op de goede weg, is om uh, in je tuin of je tuintje uh, steeds minder uh, tegels te plaatsen. Maar en steeds elke keer een tegel eruit te wippen of een aantal tegels eruit te wippen. Ja. En, en meer uh, eenjarige, tweejarige boompjes, meer, bloemen. Dus, en meer ja. bloemen, meer planten, meer struiken, meer, uh, meer boompjes uh, te plaatsen. Ja, ja, dat horen we steeds meer ja, natuurlijk. Er is gewoon ja, 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 geen ja. reden meer om het niet te doen. Zo is het. Nee, nee. Ja, goede tip. Ja. Dankjewel, Gert. Graag gedaan. Superleuk. Leuk Echt, om eventjes... Uh, ik kan zo nog een uur, uh, ja. uur doorlullen. Ja, maar ik heb nog niet eens de helft verteld. Nee, precies. Nou <laughs> ja, ja, we houden ja, ja, op. Je mag gewoon nog een keer ja, komen. Ja, ja, okay. ja, ja, is goed. oké. Nee, ik vind het wel heel leuk, ja. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel. Mooi. Ja, en nu? Ja... Uh, Joost, het is iedere week hetzelfde. Ja, ja, ik zeg ja, sorry, ik ben er echt, echt heel uh, slecht in. Ik ben nou, zo blij dat ik jou naast me heb, want ja, ja. jij bent echt mijn steun en toeverlaat in deze to podcast. Nou, we gaan natuurlijk uh, altijd afsluiten met de tuinfavoriet. Ja. En ik vind het wel grappig. In deze tuinfavoriet komt jouw uh, romantische kant naar voren. Ongelofelijk, hè? Ja. Wat is het? Ja, een roos. De guirlande, de Amour. Ja, fantastisch. De guirlande, de Amour. Ja. Wat is dat voor een roos? Ja, ja. Ik ben, ik ben redelijk. Praktisch ingesteld. Uh, zoals jullie ondertussen wel, wel weten, denk ik. Dus ik, ik kies een roos gewoon als die gewoon goed werkt en, en uh, mooi doorbloeit, uh, enzovoort, enzovoort. Dan is het voor mij een een Algaum favoriet. En deze uh, klinkt het afgezaagd, maar ik heb hem ook thuis staan. Die, uh, ja, ik vind het een waanzinnig ding. Overal waar ik de kans heb om hem uh, om hem te zetten. Uh, en ik, uh, hè, tegen schuttingen, uh, muren. Het is een klimroos, hè? Het is een klimroos, ja. ja. En... Daar gebruik ik eigenlijk deze voor, omdat hij gewoon hufteproef is. Je kan er niks aan fout doen. Uh, hij doet het gewoon heel goed. En hoe ziet hij eruit? Ja, dan moet je natuurlijk op de site kijken. Maar het is een gevulde bloem met een geel hartje. Voor de rest is die wit. Dus geen paniek, uh, Petra. Zo geel is die niet. Je kan hem <laughs> gewoon zetten. En uh, ja, Het is een klimroos. Ja, is dat natuurlijk een beetje een valse benaming. Want eigenlijk is het een lijroos natuurlijk. Hè? Want als je hem. Hij uh, gaat niet vanzelf de lucht in, dan valt hij gewoon om. Uh, ja, hij bloeit uh, in juni. Ja, nou ja, dus uh, Tot september. Dus als deze podcast uitkomt, dan heb je nog wel, uh, wel veel plezier van. Ik snoe hem meestal. Uh, ja, hij, is, hij groeit aardig hard. Dus ik snoei hem na de bloei. snoei ik hem nog wel flink terug. En daar, ja, daar hou ik van. Ik, ik kijk eigenlijk nergens naar. Ik, ik, ik ram hem gewoon kort waar hij in de weg zit eigenlijk. Ja. Uh, en dan krijg je nog wel een aardige tweede bloei. Zeker niet zo uitbundig als de eerste bloei, maar wel, uh, hij gaat redelijk door. En ja, zo kan je hem een beetje, uh, beetje wild laten worden. Ja, leuk. Ja, En hij bloeit heel overdadig hè, met mooie trossen, witte, witte rozen. Ja, waanzinnig. En een roze hoort eigenlijk ook wel in elke tuin, toch? Vind ik wel, ja, ja tuurlijk voor de bijen. Maar Is hij ook, ook goed voor de, de bijen? Ja, leg er dan Hij bottelt. wel. Bob, niet. Ja, Ik zeg net dat hij heel goed voor de bij is. Die ja? je niet dat hè. heel Heel goed voor de bij. Ja. Ja, 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 <laughs> dank je. Ja, ja. Nee, en ja. Met, met Roos is altijd. Hè, dan kun je, je überhaupt de podcast aan wijden. Want uh, als je dan gaat opzoeken, dan staat het uh, dat hij uh, het beste doet op klei uh, en, uh, en, en voedzame grond. Nou, bij mij staat hij gewoon vol in de zand in de bestrating. Nou, ja, je kan de foto's oordeel zelf. Hij, hij knalt eruit. Hij krijgt heel weinig water bij mij. Want ja, eh, eh, ik ben er redelijk lui in. Uh, en met snoeien, ja, daar kan je ook een hele studie uh, aan, aan, aan wijden. Het is wel zo dat je met de ogen, eh, zonder altijd te technisch te worden, kan je hem wel een beetje sturen. Je ziet waar de ogen welke kansen op gaan. Uh, voor de rest heb je er natuurlijk uh, het tot het vijfde blad of het zevende blad. Uh, nou, Dat is allemaal waar. Maar ik hou er eigenlijk zelden rekening mee omdat ik gewoon wegknip in de weg zit. Het is wel zo dat als je een klimroos uh, goed wil laten bloeien, dat je hem vooral horizontaal moet leiden. Dan, gaat hij, uh, dan denkt hij dat hij omvalt en dan gaat hij veel bloei geven. Uh, Hoe heet die roos, uh, Joost? De Goulande d'Amour. Goulande d'Amour, oké. Okay. Ja, als je dat echt heel romantisch zegt. Ja, <laughs> ja. echt ongelooflijk. Ja, kan niet missen. Hè? Nou. Nou. Maar dat, uh, ja, nee, wat wil je nog meer weten? Ja, dat, ik denk dat dit genoeg is. Ja, ik kan er echt over doorgaan hoor. Ja, ik heb het door. <laughs> nee, maar ik, uh, we zetten gewoon alle informatie lekker online met mooie foto's erbij. Ja. En dan uh, kan iedereen het even nalezen. Ja, met de uh, roos is wel zeker zo: hoe meer snoeit, hoe meer bloei. Dus uh, wees er zeker niet te zuinig in, helemaal in het voorjaar. Mm -hmm. ja. nou. mag ik nog een vraagje stellen, Joost? Nou, zeker. Ja. Uh, wat is het verschil tussen een klimroos en een, een stokroos? Bij uh, de, de klimroos die zet je tegen een wand aan en de stokroos zet je een stok bij. Ja, echt is dat zo? Ja, <laughs> ja, een stokroos is een, niet een echte roos toch? Nee, nee je hebt nee, natuurlijk nee, ook de, ja. de, de, dat de tweejarige. tweejarige. Ja, die, ja, oh, ja, 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 ja. een stokroos, stamroos. Sorry, dat, <coughs> ja. ik begrijp. Verkeerd. Ja, nee, dat is een heel ander geslacht. oké. In de volksmond heet het inderdaad stokroos. Ja. maar dat is gewoon uh, een tweejarige inderdaad die zaaien die je Eerst uh, krijg je loof, en het tweede jaar krijg je bloem en weer zaad, enzovoort, enzovoort. Is oh, zeker wel de moeite waard. Ja. Maar het is dus niet zo mooi als de Gulander de Damoer. Gert, om je nog even te bedanken voor, uh, voor deze podcast, uh, hebben we uiteraard de koffie mede mogelijk gemaakt door Kokotten uit de Huizen. Check even de, de, de site voor de kortingscode. Maar voor, uh, voor deze bedankt Gert voor je komst. Nou, Alsjeblieft. Kan je met een, een kopje koffie genieten van de bijen. Ja. Achterop de verpakking staat voor jou nog een persoonlijke kortingscode. Oké, okay. oh wat lekker, heerlijk. Ja, ik, ben mooi echt een, ik ben echt een koffiedrinker, dus het komt heel goed uit. Dat komt prima van pas. Dankjewel, top, top. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, dit was het weer, onze zesde aflevering. Knallen we weer door, hè? Ja, absoluut. Um, kijk allemaal op Instagram, ik heb het al gezegd, op de website. Vergeet je niet te abonneren. Al je tuinvrienden te vertellen over deze leuke podcast. En bedankt voor het luisteren. Hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.